Een zeer verdrietig bericht. De zus van Roy Donders, Rian, is aan het eind van haar Latijn, tegen weekblad weekend, laat ze weten, recent zelfs in elkaar gezakt te zijn. Dat gebeurde op haar werk. Ik zakte door M en Benen en zag sterren. Rian is door een zeer heftige periode gegaan, waardoor de nare gebeurtenissen elkaar in rap tempo opvolgden. Winkel kwijt, opa en oma kwijt, een faillissement erachteraan en alle dingen die daarbij komen kijken. Dat is gewoon niet leuk. Dit alles heeft een verwoestende uitwerking gehad op haar gezondheid. Het was zelfs zo erg dat Rian er bijna aan, ont "Ik viel letterlijk neer in het casino bij ons, daar werkte ik. Ik wilde met een vol dienblad weglopen, maar zakte door mijn benen." Volgens Rian lag ze op de vloer en zag sterretjes. Mijn lichaam zei echt tot hier en niet verder. Inmiddels gaat het gelukkig weer beter met haar. Iemand die daar een belangrijke rol in heeft gespeeld, is haar grote liefde Johan. We zijn er echt veel sterker uitgekomen. Johan heeft me altijd gest. Maandag liet Rian nog weten diep geschokt te zijn door een onthulling van haar broer in zijn nieuwe boek. Roy schrijft hierin dat hij vroeger gepest is op school. Rian wist daar, naar eigen zeggen, niets van. Het heftigste vond ik het pestverhaal wat zich op de basisschool heeft afgespeeld. Dat hij gepest werd, heeft Roy nooit verteld. Enfin, we hopen dat Rian goed herstelt en dat ze snel weer helemaal de oude is. En nog belangrijker, dat het goed met haar blijft gaan.